Hey, what's up? Ja, hallo allemaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Wacht een keer. Het is geen video. Het is geen DIY. Het is niks minder dan een vlog. Eigenlijk een hele vlogreeks. Ik ga de komende 10 dagen op reis naar Turkije. Daarom hebben jullie zo lang geen uploads gezien. En ja, we gaan straks naar het vliegveld. Ik heb hier mijn bagage gepakt. Zo ziet hier dus uit. Ik ga naar Turkije en ik neem jullie mee op mijn avontuur daar. En ik hoop dat jullie deze vlogreeks heel leuk zullen vinden. En ja, ik zie jullie op het vliegveld. How do you feel? Good. How do you feel? Super. And I feel great. Yes. Hallo allemaal. Vandaag heb ik een nieuwe vlog voor jullie. Sorry, ik heb gisteren weer niet gefilmd. Ik vergeet het gewoon. Ik vond mijn camera niet meer in mijn zak. En het was echt heel... Ja, ik vond hem niet meer. Toen bleek het dat hij gewoon helemaal van onder zat. Maar ja, ik kon moeilijk helemaal zak uitzetten. Dus ja. En dan hebben we hier nog in Adalia en Lieflara zitten we nu. Het is een hele mooie kamer. Maar er is hier zo'n geluid. Waardoor dat je echt niet kan slapen. Dat is zo like een geluid van de constant. Zoals je constant doucht, dat geluid. Zo heel de tijd water. En we hebben gevraagd wat dat is. Al voor een andere kamer, voor het geluid minder toon. Maar in die kamer is het nu nog erger dan we nu zitten. En ik heb nu dit uitzicht. Dat is wel mooi eigenlijk. Vooral dat daar. Ja. Dit is hoe dat eruit ziet. Dat zijn attracties. Maar dat is niet ons hotel. Maar we zitten aan de achterkant. Dus ja. We gaan vandaag nu eigenlijk zwemmen en al. En op de glijbaan. En ik neem jullie mee. Ik weet niet of mijn haar nu goed zit. Ik weet het gewoon niet. En ja. Oh, dat is handig. Dat is handig. Alles is hier handig. Oh, oké. Okay. En dat is een mooie ster die op het dak staat. Tada. Ja. Ja, ik ga nu stoppen met filmen of straks heb ik gewoon veel te veel materiaal. Oké, tot straks. Oké, nu ga ik een roomtour doen. Want we hebben al 3 keer verwisseld van kamer. Omdat we watergeluid hoorden. Je weet wel dat ik dat verteld heb. Oké, dus ga ik hier een roomtour geven. Oké, dit is de douche. Een heel grote en mooie douche. Zo. Dit is de badkamer. Zo. Met heel mooie. Zo. Dan hebben ze hier allemaal van die dingen. Hier is de wc. Dan lopen we zo door. Dan hebben we hier de kasten. Dat is een dubbel bed. En dat is een enkel bed. Zo, 2 zetels. En dit is het balkon. En ja, dat is eigenlijk een soort van de kamer. Dus ja. Oké, ik zie jullie. Oké,
Dus ik heb de hele tijd gezwommen. We hebben in de wavepool gezeten. We hebben iets gedronken. Weet wel zo. En we hebben een ijsje gegeten. En ja, dat was eigenlijk zo. Ja, ik kan natuurlijk niet alles vloggen. Maar ja, dus mama die zit dan nu in de zon. Te zonnen met haar boek. En wij zitten hier alleen. Moederziel alleen. Ah ja, dus ik zie dus... Ah ja, ik filmt. Sorry. Ik ga pranken uittellen, maar mama, ik ga dat doen. Het is niet echt een prank, maar ik ga het gewoon laten schrikken, zeg maar. Oké, kom jullie mee? Ben je aan het slapen? Ik word een beetje mijn ogen dicht aan het doen. Oké. Dat was de prank. We gaan zo meteen naar het restaurant, dus ik zie u daar. Oké, dat is goed. Dit is wat ik aan heb. Tada, tada, tada. En de lucht, la 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 la. Papa is een selfie, ja maar. Dit noemen ze hier de dansende fontein, denk ik. Naar een soort van shoppingcentrum over ons hotel, toch? En ja, ik zie jullie wel daar. Blijkbaar is het dus geen shoppingcentrum, maar is Antolia Bazaar. Oh my god, ik had nooit papa moeten geloven. Hè. Dat is hier mooi gedaan voor mij. Sissi? Wie? Sissi? Wie? Dit is dus ons hotel, zeg maar. En ja, nu gaan we naar Antolia Bazaar. Nu zijn we op weg naar het theater. Ik hoop dat het nog niet gedaan is, want het lijkt wel zo. Maar ja, kom maar mee. Ve jüri lütfen puanları her oyundan sonra 0 ile 10 arası veriyorsunuz. Bazı oyunlarda ben size...